Ruim 84 kinderen van OS2 Hockey in het resort Latour hebben vandaag een schooltas ontvangen van de coöperatie Ondernemen Dynamisch en Innovatief, ODI. De coöperatie die al 2 jaar bestaat, wil met dergelijke activiteiten armoede helpen bestrijden. Patricia Etnel, voorzitter van coöperatie ODI, zegt dat de armoedebestrijding die de organisatie nastreeft niet alleen gericht is op kinderen wiens ouders het moeilijk hebben. Het stimuleren van ondernemerschap onder vrouwen en mannen die kunnen stikken draagt ook bij aan armoedebestrijding. De coöperatie is begonnen met het schooltassenproject om hun verdiencapaciteit te vergroten. Binnen het project kunnen individuen, bedrijven en andere organisaties een school adopteren waarna de schooltassen worden vervaardigd door de ondernemers van ODI voor de desbetreffende school. OS2 Hockey is geadopteerd door het ministerie van Financiën. Etnel zegt dat landelijk meerdere leerlingen een schooltas zullen krijgen. Dus we gaan vanaf vandaag naar andere scholen tot en met eind september. Morgen hebben we de Pignel school en die krijgt ook tassen van ons. En dan gaan we zo verder gaan om na te gaan van we willen ook naar Brokopondo, we willen ook naar Nikeri. Dus er zijn verschillende scholen die aan de beurt komen om schooltassen te krijgen. We hebben dit keer alleen aan de geloofscholen gedaan. En we willen volgend jaar bij de uitbreiding nagaan hoe we ook kinderen van de LBO en MULO scholen mee kunnen nemen. Dus dat is in het traject voor volgend jaar. Etnel zegt verder dat de coöperatie dit jaar minder tassen heeft gemaakt voor sociale doeleinden in vergelijking met het vorig jaar, omdat het vinden van donoren niet gemakkelijk is. Ze gelooft dat het volgend jaar beter zal gaan. We blijven geloven, we geven het niet op. Het Surinaams product moeten we op de markt plaatsen. En dat kan alleen maar als we steeds meer donoren krijgen. Maar het helpt ook mee met het welbekende local content. Want er wordt heel veel gesproken over local content. Dit is een van de voorbeelden. Als je investeert in het Surinaamse, krijg je het Surinaamse terug. Dus we blijven doorwerken en we geven niet op. De coöperatie kent volgens Etnel vele uitdagingen. Onder andere omdat mensen nog niet zo happig zijn om een eigen product te kopen. Ze vinden dat het kopen van een schooltas die door Surinamers is vervaardigd een hype moet worden. Toch is Etnel ervan verzekerd dat de toekomst voor deze Surinaamse producten en voor coöperatie ODI er goed uitziet.